Dag dames en heren, van harte goedenavond. Welkom weer bij QN Studiosport. Op deze zondagavond vandaag is 26 maart en dat betekent de laatste aflevering van ons topsportprogramma in de maand maart. Wat hebben we vandaag in het programma? Natuurlijk binnenlands een beetje rustig, want de selectie zou naar Frankrijk gaan, maar onderweg werden ze gebeld en het Frans gezegd van jongens, kom maar lekker thuis, kom met allez vous en maak een retour naar Paramaribo. Dat is één. De volleybalplay-offs staan voor de deur. De basketbalcompetitie in volle gang. En twee inhaalduels wat betreft de bekercompetitie. En natuurlijk was alles wat de kokslag in het buitenland. De WK-kwalificatiewedstrijden. Zoals in Zuid-Amerika waar Brazilië uitkwam tegen Uruguay uitkwam in Montevideo. En Argentinië thuis speelde tegen Chili. Nederland. De belangrijke ontmoeting tegen Bulgarije en voor informatie weet u dat eerder op de middag coach Danny Blind ontslagen is geworden door de KNVB. En natuurlijk Portugal kwam ook in actie, NBA top 5 en het seizoen van Grand Prix Formule 1 is vandaag gestart in Australië. En daarvan hebben we natuurlijk ook wel highlights. Wat mij betreft graag tot zo. Welkom terug bij QN Studiosport. En natuurlijk in ons programma hebben we vandaag onze twee voetballegendes, Leo Koswald en Wienes Galeren. Van harte goedenavond. Laat een goedenavond, Koetje. En ook de kijkers en luisteraars. Wien, alles goed met je? Middag, Koetje. Ja, Leo. Ik mag niet ook. Ja, goed weekend gehad. Ja, ging wel. Oké. Okay. Laat maar vast bij u te vertellen dat wat er ook gebeurt, de sportreactie van QN, alles eraan doet. De beelden van de laatste wedstrijd van Transvaal tegen Portsmouth, dat is de kampioen van Trinidad, van Jamaica, waar Transvaal met 6-1 ten onder ging. Die beelden krijgen we begin volgende week. En zodra we dat binnen hebben, zoals we de afgelopen twee wedstrijden ook binnen hebben gekregen, want we hebben betaald voor het materiaal, maar zo hoort het. Als je buiten speelt, maakt het niet uit als je winst of verliest. De mensen hier in het land hebben de recht op om te weten hoe Transvaal gespeeld heeft. We hebben beide wedstrijden kunnen vertonen, de highlights. En ook de 6-1 waar Transvaal verloren heeft, die zal vertoond worden. En die beelden moeten volgende week binnenkomen en dan krijgt u dat in QN Studiosport. Dus dan weet u dat dus ook. Leo, zo hoort dat. Het is niet anders, want wat zeg maar, andere ploegen zeg maar, nalaten. En Wiener die heeft het zeg maar, vaker aangegeven van het publiek die staat achter een ploeg. En dan gaan ze naar het buitenland en dan komen ze terug. En dan kan je alleen maar horen van wij hebben het zo goed gedaan, maar de scheidsrechter. Ja. Kijk, als je de beelden laat zien, dan weten de mensen hoe hun ploeg dat zeg maar, gepresteerd heeft. Wiener, dan kan je ook wel zeggen van je vroeg het 2-3 weken van tevoren van Kuja. Gaan we eens een keertje beelden zien en ik zei, we gaan er alles aan doen. Omdat een ploeg weggaat en dan hoor je niets. Dan hoor je altijd, als ze hebben gewonnen, ze hebben het bijzonder goed gedaan. Ja. Hebben ze verloren, dan heeft die arbiter ze benadeeld. Ja. Of het was buitenspel. We hebben wel gezorgd dat de beelden zijn gekomen. Okay. De eerste twee wedstrijden en ja. de 6-1 tegen Portsmouth. Ja. Die komt de komende week. Zodat mensen ook kunnen zien van het niveauverschil waar je staat en wat die ploeg gedaan heeft. Okay. Dus dat zie je, dus maak je geen zorgen. Okay. Goed, niet dat Wiener zich zorgen maakt, gaat erom. Wiener praat natuurlijk voor Suriname. En wat we altijd zeggen, wat jammer is geweest, is dat hoe het mogelijk is dat we geen beelden van de jaren 60 en 70 hebben gehad waar. Natuurlijk, als je praat over CONCACAF en je komt daar aan in Puerto Rico en die mannen zeggen van Transvaal, one of the most dangerous club in Suriname. En dan roept nog Robin Hood erbij. En dan geeft dat zo'n goed gevoel als je daar zit. Leo, dan zie je dat de geschiedenis is blijven hangen in Midden-Amerika. Ja, zeker. Maar ik denk dat de doorsnee Surinamer dat niet vergeten is dat Transvaal bijzondere prestatie in het Caribisch gebied heeft neergezet. Trouwens Robin Hood ook, want die periode was het Robin Hood en Transvaal. Ja. En Transvaal, dat Transvaal gewoon furoren gemaakt heeft, oké, dat zij zo. Maar dat is blijven hangen. Net wat je zegt, jammer dat wij toch wat zwart-witte beelden niet kunnen zien. Dat is jammer. Ja, Wiener, laat me zeggen, de stap is overgaan van het Caribisch gebied naar Latijns- en Midden-Amerika. Dat Transvaal zo dominant geweest met voetbal daar. Ik bedoel, en dat men nog steeds erover praat, dat geeft toch altijd een goed gevoel? Ja, vooral als je mij vraagt, Koetje,
De wedstrijd van Transvaal was tegen Cruz Azul in de 70er jaren. En op een gegeven moment werd 1-1. De laatste 6 minuten. De bal ging helemaal oud, dus we stonden gewoon te kijken. Maar toen was de professionele trappers die bal toen weer op het veld. Maar geen instructor, geen arbiter die gevloeid. Dus we stonden, hebben ze 1-1 gemaakt. Maar omdat die wedstrijd uitgezonden werd in Mexico, hebben ze de journalisten hebben dus toen een vliegtuig gecharterd. Omdat men zich niet kon voorstellen van Cruz Azul, onverslaanbaar. En kon ik afverband en dan komt er een transfer van waar. En zoals die mensen hebben uitgezonden, reporter, van zijn er mij Ridiero, dat is niet eenvoudig, niet zijn binnen die ziek moet waren. En dan komen ze, begrijp je, en dan hebben we kennis gemaakt. Zeggen nogmaals, bundel mij voor zo'n polycorte. En Van den Berg moeten zich aanmelden. Maar omdat de reporter het zoveel had over de nummer 9, werd ik dus apart uitgenodigd voor de ploeg van Flamengo. Amerika en Mexico. Mexico. En Chonky Sen was natuurlijk voorzitter. Voorzitter. Toen werd besproken van waarvan maar dat aan nummer 9. Maar ja, op een gegeven moment was het zo dat de SVB toen mocht bepalen, alleen moest bepalen. Als je als speler naar het buitenland gaat. En dat was een probleem toen dat zei. Ja. En alle spelers mochten gaan, behalve mijn persoon. Dus zo is het dan niet doorgegaan met alle gevolgen van dit. Maar, ga je eerlijk zeggen, Kusje wat Transvaal gedaan heeft. En ik mag Robin het ook bij, want het zijn een aantal keren semi-kampioen geweest van de CONCACAF. CONCACAF, ja. Begrijp je? Ja. Transvaal natuurlijk 3 maal. Ja. Nooit gewaardeerd in Suriname, dat mag ik ook wel vaststellen. Ja. Want op een gegeven moment, Kusje, hebben de sportverslaggever hier in Suriname de prestaties van Robin het beter geacht dan Transvaal. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus je wordt kampioen van het, maar toch als semi-kampioen. Ja. Begrijp je, wordt dat beter gewaardeerd. En zat de Kusje die langs hebben me echt gehinderd, want op een gegeven moment kwam het hierop neer dat journalisten de regering opriepen. Dat het geen geweldigheid is, want Transvaal heeft chocke spelers die heeft ontmoet. We gaan ze een keertje nog rustig praten over. Ja, dus maar Leo Ahmed, als je dit hoort, de prestaties. Robin ook 2-3 keer CONCACAF-finale verloren. 1-1 hier tegen Amerika, toch? En dan verliezen daar. Zie je toch wel dat je in de finale belandt tegen het sterke Mexico. Ja, Transvaal had het geluk om het te winnen. Was een goede generatie. Ja. Robin het ook en zoveel. En dat blijft hangen, dat doet je wel goed als je daar komt. Ja, natuurlijk. Kijk, als Surinamer en als voetballiefhebber moet je gewoon zeggen, kijk, het waren hele goede voetbalgeneraties. Ja. En dat sprak echt voor zichzelf. Want als je ziet de resultaten die ze hebben neergezet. En nogmaals, je weet het, hè, in eigen land word je weinig. Een soldaat wordt nooit in eigen land geëerd. Hè. Ja, dus... Dat is jammer, maar we moeten wel weten dat we heel veel grote jongens, grote zonen hebben gehad. We hopen dat ze, een aantal zijn natuurlijk alleen gegaan, omdat wij niet weten om voetballers of sporters te waarderen op een behoorlijke manier. Maar wij willen ze wel helpen om dat te gaan doen, maar misschien vanuit een particulier initiatief. Nou, waren 2 inhaalduels, het betreft de bekercompetitie. Het lijkt me handig om even te gaan kijken naar die uitslagen. Ja, ze zijn gisteren gespeeld. En dan zien we dat Jong Raman uitgeschakeld is. Die verloor van A. Coconut met 1-3. En TOK Tok won, verloor van Papatam met 1-2. De kwartfinales van de bekercompetitie zijn gescheiden voor 23 en 26 april. Dan weten we dat dus ook. En natuurlijk de selectie van Suriname zou gaan richting Frans-Guyana. Het is onrustig daar, stakingen dus. Halverwege zijn ze gebeld geworden dat ze terug mogen gaan. Ja, dus geen oefeninterland voor bondscoach Roberto Geudeken. En een maand geleden, of 3 weken geleden, zou Suriname ook oefenen tegen Trinidad. Er kwam een mail uit en we weten niet of Trinidad daarvan op de hoogte was. Dan hoor je ineens dat de wedstrijd niet doorgaat. Dus plannen is natuurlijk ook een groot probleem. Om daadwerkelijk te weten van, gaan wedstrijden wel door. Maar in dit geval, dan uit veiligheidsoverweging, want het is onrustig.
in Frans-Guyana vanwege rellen. In Guyana, nou, dan moet je altijd oppassen, want veel handen gaat naar daar. En in Suriname wordt het onrustiger met de koers. Dan weten we dat dus ook. Dus we weten ook nog niet, want benzine wordt straks ook nog verhoogd. We ook nog gaan kijken van wat we gaan afspreken om een dieselgenerator hier aan te schaffen bij STCN. En Go to vragen om diesel te geven, zodat het programma draaiende blijft. Ik zie Leo en Wiener lachen. De topklasse wordt voortgezet. Daar weer volop voetbal en een volledig schema. Ziet er als volgt uit. Woensdag aanstaande, interessant. Nissan speelt, heeft verkozen voor AK Stadion tegen Inter Montabu. Die partij begint 8 uur donderdag in het SS Stadion SNL PVV. Oppassen met PVV, die zijn in opmars. Vrijdag Robin Hood tegen Botopassi, eveneens om 8 uur SS Stadion. En zondag 1 april geen mop. Dan is, speelt Leo Victor tegen Jonge Rambaan. En dat is ook laat, 7 uur. En eveneens 1 april gaat transfer richting Mungo. Speelt dan tegen Notch. En dan hebben we zondag 2 april in het AK Stadion WBC tegen Forwards. En dat geven we ook aan. Dus natuurlijk de tweede speelronde al begonnen is. Transfer was in Conga verband. Dus de partij tegen Inter Mungo-Tapu en Nissan is uitgesteld. En de week daarop speelt Transvaal tegen Robin Hood. En dan die woensdag tegen Inter Mungo-Tapu. En dan gelijk die zaterdag tegen Nissan, zodat de wedstrijden een beetje glad lopen. Dan gaan we naar de Surinaamse Basketbal Associatie. Want de competitie in de Heerhoofdklasse is natuurlijk al een paar weken begonnen. En het gaat slecht met de Caribbean Little Devils, CLD. Maar aan de andere kant, Yellowbirds gaat goed, want ze hebben het grootste talent natuurlijk binnengehaald. Dat is Denzel Later. Even kijken wat het geworden is in de Ismee van Welgesport. CLD gekleed helemaal zwart met een tintje wit en Yellowbirds helemaal geel met blauwe sokken. Een partij tussen twee rivalen in de basketbalsport. En bij CLD zie je een aantal veteranen, want een aantal spelers hebben ze verloren. Dus dan is het nou bikken geblazen. Yellowbirds was natuurlijk goed op dreef en met het binnenhalen van Denzel Later, het grootste talent in Suriname, nog bij de Arend die furoren maakte, ingeleid door Yellowbirds. Nou, de ruststand was 57-26 al voor de geel-blauwe vogels onder leiding van coach Marciano Salman. En let u maar op de score, Yellowbirds haalde flink uit en het werd een century score van 111 tegen 49. Je ziet heel wat oude spelers weer van CLD's van stal gehaald. Mannen die al gepensioneerd waren, die zijn terug. En je ziet als je gepensioneerd bent, dan krijg je 111 punten tegen. Dus dat weet je ook. De topscorer bij Yellowbirds was Denzel Later met 23 punten. En Euro Sabayo, een van de veteranen, van stal gehaald. Die scoorde 9 punten. De eindstand nogmaals, Yellowbirds wint met 111 tegen 49 van CLD. En dit zijn dan de laatste beelden die wij voor u hebben. Vrolijk geschikt dan van zo heb je me niet. En Yellowbirds met grote plannen. En CLD natuurlijk zit in waarschijnlijk in grote problemen. Waaraan ligt het? Dat zullen we niet weten. Goed, en als je spelers verliest en niet inkoopt, dan ga je vragen stellen bij een grote club als CLD. Dan gaan we naar de volleyballers, want afgelopen zaterdag waren de laatste speeldagen in de Heerhoofdklasse. Dit zijn de uitslagen voor u. Jellico 2 verloor van Gideon met 0-3, de set staande 18-25. 12-25 om 12-25. Jellico 1 won van Condor met 3-0. Zet staan de 25-18, 25-21 en 25-22. En de topper tussen Yellowbirds en Liesecht, of laat maar zeggen, de topper van vroeger, nu niet meer. Omdat Jellico eindelijk bepaalt wat er gebeurt in die sport. Yellowbirds verloor van Liesecht met 1 tegen 3, 25-17, 24-26, 21-25. En 22-25. Dat zijn dan de uitslagen geweest. Morgenavond start de Suvobo, de Surinaamse Volleybalbond, met
de volleybal playoffs. En u weet, Jellico heeft 6 op een rij en gaan voor een 7e titel. Wie is in staat Jellico te gaan ontronen? En dan is het vrij rustig geweest en ineens kreeg de Sportpers een mailtje dat de SVB-verkiezingen die gepland waren voor 27 april verschoven zijn naar 5 april. En het komt nog bij kijken dat 27 niet zou kunnen, omdat het onrechtmatig zou zijn. En de grote vraag is geweest waarom ineens naar 5 april. En als we Times of Suriname openmaakten afgelopen zondag, dan ziet de voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond, de huidige Krishnat, kans om te zeggen wat de reden is. En de reden die hij geciteerd heeft in de krant is als volgt, dat omdat er 2 kampen zijn binnen zijn hoofdbestuur en het geen zin heeft om meer verder te vergaderen, want de ene kant kijkt A, de andere kant kijkt B, heeft hij besloten om de verkiezingen uit te schrijven naar 5 april. Of is de vraag, voelt hij de hete adem aan, omdat er ineens een andere kandidatenlijst is samengesteld waarbij Anil Gisai Dubé de voorzitter is. En daar hebben Ramon Abrahams en Ronnie Brunswijk een dikke vinger in de pap. Leo, ik zie je zo aandachtig luisteren. Kan een voorzitter van de voetbalbond zo'n statement maken in de krant en zeggen dat is de reden? 2, het zou onrechtmatig zijn. Maar 5 april, omdat het geen zin meer heeft om met zijn huidig bestuur te vergaderen. Want de ene kant kijkt A en de andere B. En wat krijgen we nu? Zijn huidig bestuur is gesplitst en die komen op 2 verschillende lijsten. Ja, het is politiek, hè. Want het jaar van de verkiezingen, dan worden er ook niet meer zeg maar, beleidsmatig meer gewerkt. Iedereen die gaat zijn eigen ding doen en die is bezig met propaganda en weet ik het allemaal. Maar dat is ook het geval bij de SVB. Hij is niet direct eerlijk. Want hij had gewoon moeten zeggen van we zijn gewoon met onze eigen ding bezig. Maar hij moet niet zeggen van het vergaderen heeft geen zin en dat soort zaken. Maar geeft hij zijn eigen bestuursleden geen trap na? Nee, maar dat is altijd het geval geweest. Hè. Kijk, het moment dat er verkiezingen zijn, dan zie je dat men ineens overal loopt te trappen en slidings te maken en weet ik het allemaal. Omdat men weet hoe belangrijk het is om je punten te maken naar buiten toe, zodat je geloofwaardigheid ook nog eens een keertje vruchten kan afwerpen. En nogmaals, ik denk niet dat het voetbal op dit moment gegarandeerd is. Want nu is men gewoon druk bezig om zichzelf te profileren en te zorgen dat men stemming kweekt en de bonden op scherp probeert te zetten. Wienerschaal wil niets weten van SVB bestuursverkiezingen. Wiener, ja. Dat heb je me gezegd bij het begin van het programma. Wat is de reden waarom jij niets hiervan meer wil weten, Wiener? Nou, wat er gebeurt, Pucha, en Suriname, ook op politiek gebied. Als je hoort van je leest dat men overkantelt naar de andere op het laatste moment, begrijp je? Dan zie je dat men, ik vraag me alleen maar af als men bezig is met landsbelang en voetbalbelang. Maar het blijkt duidelijk dat die mensen gaan op eigen belang. En we kunnen niet in een huis samenwonen, Koesje. Jaren, jij en ik, natuurlijk een sportieve zin hoor. Maar op een gegeven moment krijg ik een korte schijn van Leo en ik ga daar. En van daaruit dan vertel ik alles wat samen gebeurd is in die 20 jaar tussen jou en ik. Ja. Begrijp je? Dus die dingen hinderen me. En als je dus dan, maar dat is ons cultuur. Mekaar beledigen, mekaar kleineren, begrijp je? Dat is Suriname. Ja, en daar heb jij gewoon een afkeer van. Ja. En daarom zei ik, mensen hebben me altijd gewaarschuwd. Van Wiener, ik zal die namen nog, mannen als Morpurgo, meneer Morpurgo van de Wartijd, meneer Wong. Mensen, familieleden, maar die tak mekaar, dus meneer Wong, die mensen liggen ter zielen. Maar die mensen hebben me altijd geleerd, Wiener. Je hebt een goede naam in het land. Je hebt vele mensen blij gemaakt, vele mensen verdrietig gemaakt. Dus komt er vele doelpunten. Maar laat iedereen het gevoel hebben dat wat je zegt, dat de waarheid is. Ja. En zolang albei als enige te midden van 500 mensen, maar je praat over de waarheid, hou dat aan. Want dan is het, dan blijft het de waarheid. Ja. En mensen kunnen me niet dwingen om te gaan heugelen
en te slijmen kutje. Ja. Dus als je die dingen zo leest, dan ga ik terug naar mijn opa. Toen maar dat natuurlijk ik deze zijn dan nodig. Ja, precies. Begrijp je? Ik snap het helemaal, Leo. Ja, dus naar alle daarvan zei ik van, wat je ook doet, kutje. Ja. Die mensen hebben het laatste woord. Dat doet precies wat je wordt. Begrijp je? Dus waarom zou je dus dan over druk maken? Ja. Goed, Leo, dan nog, Krishnadat stelt zich herkiesbaar. Er is een tegenkandidatenlijst van Anil Desai Dubé, voormalig secretaris van de ex-minister van Sport van Faisal. Opvallend wel drie bestuursleden van het huidige bestuur, Abia Potisi, Bilkerij Didar, ook lobby, op de lijst van Desai Dubé met Delano, Landvreux en Smit en Bel, die misschien aan de bel moet gaan trekken. En aan de andere kant, wat je nu hoort, is dat Krishnadat op die andere lijst komt. En mannen als Manku, Matura en Waldo weer terug willen komen. Ja, maar voordat ik daarop inga. Ik meen ook gelezen te hebben dat jij ergens op een lijst stond. En dat jij de scepter zou gaan zwaaien tijdens de verkiezingen. Hoe zit dat? Misschien is het goed dat je ons even ook informeert. Ik ben blij dat je zei, je hebt het gelezen. Dat ja, stond. Ja, het inderdaad, zonder mij te vragen. Waren ze op een zaterdag bezig, Ronnie Brunswick en Ramon Abrahams, met een aantal gasten. En terwijl ik in Puerto Rico zat met Transvaal, van men nog aan mij op een lijst te zetten en me een functie te geven. Terwijl men nooit met mij gesproken heeft. Toen ik het hoorde was ik des duivels. Ik heb het ook gezegd in Dagblad Suriname. Ik heb direct aan de bel getrokken. Per direct moet mijn naam worden. Wie zijn jullie om dat te bepalen? En dat ik ambities heb dat staat vast. Maar als ik daar wil komen, moet ik voorzitter worden. Met alle respect wie daar op een lijst zit. Als er mensen zijn met kwaliteiten, dan moet je gaan kijken. Maar ik heb gezegd, ja, ik ben ready om de tent over te nemen. En ik wil de strijd ook aangaan met Krishnadat en al die mannen. Want je kan niet gaan en wat ze doen. De een zit er 4 jaar, de ander zit er 15 jaar, bepaalde zit er 20 jaar. Wat zijn de ontwikkelingen geweest? Natuurlijk, Leo, als je het hoort, dat als ze mijn naam horen, dan is het paniek voetbal. Want ze weten dat we schoonschip zouden maken. Want je kan geen voetbaltent gaan runnen met vrijwilliger of eigen belang. Het is een nationaal belang en je begint eindelijk opnieuw. Want voetbal is gewoon kapot gemaakt. Hebben ze een groepsapp aangemaakt en mijn naam erin gezet. De mailwisseling. En ik heb het per direct getackled. En toen heb ik nog het gesprek gehad met de hoogste baas van Transvaal. Ik heb me gevraagd wat er gebeurd is en zo. Heb ik hem uitgelegd in een gesprek toen ik terugkwam. Hij zei, ik heb bijzonder veel respect voor je mening. Ik zeg nee, ik wil wel, maar dan moet ik voorzitter worden. En dan wil ik mede bepalen wie op de lijst voorkomt met wie ik het wil gaan trekken. Dat is het mooiste, dat ik met mensen daar zit en ik wil niet met hun werken. Niet dat ze niet goed zijn, ik heb andere mensen op het oog. Ja, dat is eigenlijk de antwoord te geven op uw vraag. Oké, okay, nee, maar dat zijn wel, kijk, maar dat is het duidelijk. Want ja. Mensen gaan gelijk hun eigen mening vormen. En zeggen van, ja, maar een koesje, dit op alleen samen. En dan gaat die man Brunsie, en gaat die man... Weet waar heb je maar, je weet hoe die dingen gaan. Precies. Maar ja, ik zou ook des duivels zijn. Ik, ja. ik laat niet voor me bepalen. Nee. Kijk, alles moet natuurlijk in overleg en dan kunnen we tegen elkaar zeggen hoe wij over dingen denken. Tuurlijk. Maar terecht dat jij zeg maar, duidelijkheid gegeven hebt. Ja. Maar aan de andere kant, nogmaals, ik heb ook begrepen dat Krishnadat ook koste wat kost weer voorzitter wil worden. Want hij wil het werk afmaken. Ja, ja het werk tussen aanhalingstekens, want geloof me... we gaan nog steeds Interland spelen en het gaat niet door en al die toestanden meer. Organisatorisch om dat soort dingen op een bepaald niveau aan te pakken. Dat is nog steeds niet het geval. Kijk, hij kan wel een goede manager zijn, maar als het om voetbal gaat, dan moet je ook een stukje voetbal know-how hebben. Nee. Of moet je mensen hebben die jou gewoon aan het handje nemen en zeg maar het voetballen even duidelijk doseert. Waar we naartoe moeten gaan en hoe we dat moeten... Want als je als voorzitter alleen maar gaat reizen en dat de voorzitter van de FIFA hier zo komt, dat is voor mij als voetballiefhebber niet belangrijk. Nee, wat is het plan voor de komende 4 jaar waar we nu naartoe gaan? Hebben ze allemaal een plan gelanceerd dat wat ze willen bereiken? Ja? Al die groepen die nu opstaan en zeggen van en ik ga dit, ik ga dat, allemaal met hun mond beleden ze dat. Maar er staat nergens wat op papier. En
wat krijg je weer? Al die bonden, die worden weer helemaal op geronseld. En die gaan allemaal weer voorstemmen. En ineens komt er een groep weer naar voren. Ja. En dan krijg je weer hetzelfde. Want iedereen gaat zijn eigen ding doen. Ja. En sorry hoor, ik vind dat echt een blamage voor het voetbal. Iedere keer weer hetzelfde. Wat je gaat krijgen is, wat je, de grote vraag zal nu zijn, als Krishnadat herkozen wordt, ja, of ook de lijst van Krishnadat gekozen wordt. Ja. En daar is waar het steekspelletje, wat ik denk, wat je ook zo hoort op het veld, wat er gaat gebeuren. Want wat ook absurd en wat niet zou mogen kunnen, en dat zou een van de zijn die ik direct zou veranderen, dat een bestuurder nooit een machtiging mag kopen of krijgen om te gaan stemmen. Dat kan toch eigenlijk niet? Werk je manipulatie en fraude in de hand doordat je een stem koopt. Ja, eigenlijk als men dat al weet, zou die verkiezing ongeldig verklaren. Want leden, bonden en al die mannen verkopen hun stem, krijgen een x-bedrag. Ja. Dus eigenlijk zit je ook nog iets te kopen om daar te komen zitten. Precies. Dus als jij maar... De leden zijn ook debat aan de ring, want zij willen dat die mensen terugkomen. Als je daar, en dat was eigenlijk de reden waarom ik zeg van ik ben ready om het over te nemen. Omdat je zaken aan banden gaat leggen, het houdt op. Mensen gaan niet van je houden, je trapt heilige huizen in. En je komt met een voetbalvisie van 10 tot 15 jaar, met een goed jeugdplan. En je werkt nooit meer met vrijwilligers. Ja. Toch? Ja, en dan moeten mensen plaatsmaken, want ook andere mensen hebben kwaliteiten. Ja, daarom, dus dat is de grote vraag. Maar daarom, Guusje, daarom ga je dit altijd blijven houden. Ik heb het toen aangegeven dat wij Surinamers zijn, wij houden niet van veranderingen. De vorige bestuur die zat 10 jaar. 10e jaar toen er weer verkiezingen kwamen, hebben ze de voorzitter vies en vuil uitgemaakt voor rotte vis en weet ik het allemaal. En per deurwaarde explode nog. Dat is toch onvoorstelbaar, hij mocht niet stemmen en al die toestanden meer. Komt er weer een andere groep die ineens al die bonden, die lidbonden, die stemmen allemaal en achteraf hoor je van hoeveel geld er allemaal ingestopt is. Kijk, ik vind dat, het deert me helemaal niet hoor. Maar als voetballiefhebber, dan steekt het je, want je weet dat je weer dezelfde toestanden weer krijgt. We gaan weer niet vooruit, geen stap vooruit. Nee. En dan kan je wel een technische organisatie hebben die echt keihard zijn best wil doen. Maar met onwillige honden is het moeilijk aan te vangen, want die jongens kletsen elkaar de kamer uit. Ja. Maar ze hebben het niet over voetbal. Precies. Goed, een hele hap natuurlijk. De grote vraag is, 5 april zijn de verkiezingen. Komt er weer een deurwaarde-explosie zoals dat Louis Giskus overkomen is? 10 jaren met hem in het bestuur gezeten. Hij heeft zijn hand boven al die mannen gehouden. Toen het rommelde allemaal daar. En wat gebeurde er van de verkiezingen? Een deurwaarde-explosie. En 6 van de 7 bestuursleden hebben getekend. En Louis Giskus is schaakmat gezet. De grote vraag is, welke deurwaarder 5 april naar het complex gaat van Lavente, want daar worden verkiezingen gehouden. Of is die deurwaarder al in place, of zijn er verschillende deurwaarden, of 1 deurwaarder met verschillende brieven. Wij zullen het Hof bellen, want ze staken niet meer, want er is weer beveiliging gekomen, om te vragen hoe het daarmee zit. En dan zijn we benieuwd, we houden het in de gaten en we zijn benieuwd. Want het is leuk om gebouwen te maken, maar je moet voetbal uiteindelijk ontwikkelen. En van voetbal moet je verstand hebben om het te ontwikkelen. Als je niet hebt praat met mensen die er verstand van hebben. Maar goed, we zijn benieuwd, we houden wel scherp in de gaten. We zijn bijna gekomen aan het eind, Leo. De maand april wordt een maand met alleen maar topwedstrijden in Europa. Als je de wedstrijden ziet in de verschillende competities, La Liga, Premier League, dan de duels van Champions League nog uit en thuis. Gaat nu fitheid spelen om met jou te beginnen? En hoe sterk is dan je reserveband en hoe breed is je selectie? Nou, ik denk dat het laatste wat je daar zegt, dat hij weet waar het om gaat. Sterke bank, brede selectie, uiteraard met goede spelers. Dat pretendeert gewoon de uitslag, want mij staat daarachter, hè, want dan worden de prijzen verdeeld. Wie het belooft wat te worden in de maand april? Ja, wij dan dat zelf. Ja. Ik geloof dat we dus een stevige stoelen moeten hebben waarop we gaan zitten. Goed zo. Met dank aan Leo Koswald en Wiener Schaal. Hartelijk bedankt voor jullie fantastische bijdrage. Ja. Zegt Quraishi Nagizding, dit is mijn bijdrage geweest. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. 5 april, verkiezing bij de SCB. Welke deurwaarder brengt welk document naar Lavente Stadion? Goedenavond, tot de volgende keer.